Peter de Batist, van harte welkom. We hebben jou uitgenodigd naar aanleiding van het insectenkookboek. Dat is uitgebracht in Nederland. Voor ons zeer nieuw, maar jij bent er al langer mee bezig. Ik ben al ruim 20 jaar met eetbare insecten bezig. De laatste 10 jaar eet ik dat dagelijks eigenlijk. En wat eet je dan zoal? Wel, ik eet voornamelijk meelwormen. Mm-hmm. De reden is dat ik die lekker vind. Ja? En hoe dan? Is dat gebakken, gekookt? Wel, ik eet ze gewoon levend. Ja. Gewoon rauw. Ja, verser kan niet meer. Nee, en dat is waarschijnlijk ook het gezondste. Gewoon. Wel, het is zo dat we die vroeger bakten, maar dan ontdekten we als we die rauw aten dat ze lekkerder waren. Ah ja. En dat is natuurlijk niet ecologisch. Energie verspillen om iets slecht te maken, dat doet een Belg niet. Nee, dus ja. Ze zijn lekker zo. Ze smaken naar hazelnootjes. Ze hebben echt een hele fijne hazelnoot smaak. Ja, dat heb ik nogal gehoord. Ja. Maar is het dan niet raar als je het in je mond steekt? Want De eerste keer. Maar ik heb daar een lange ervaring mee, want de eerste insecten die ik heb gegeten, dat was in het leger. Uh-huh. Want waar ik gecazineerd was, daar waren zoveel kakkerlakken in de keuken dat die alle dagen wel in het eten zaten. Dus dat kraken en zo, dat word je gewoon. Maar het was toen gewoon dat of niks. Dus de keuze is snel gemaakt dan. En je merkt dat je daar niet dood van gaat. Ja. Later ben ik dan gezond, de meeste. Ja, later heb ik daar dus meer experimenten mee gedaan. En pas in 2002 heeft een Amerikaans onderzoek laten zien wat er nu eigenlijk allemaal in zit. Mm-hmm. En men heeft het altijd over die eiwitten. En die zijn inderdaad zeer compleet. Eiwitten moeten dus 21 aminozuren hebben. Die zijn allemaal in ruim voldoende mate aanwezig. Maar er zitten ook nog eens 14 vitamine in. Daar zitten ook nog 12 mineralen en 12 heel belangrijke vetzuren in. Allemaal in dat kleine. Ja, dat zit er allemaal in. Ja. Dus dat is één brok gezondheid. Het enige dat er niet in zit, dat is koolhydraten. Hebben we maar niet je eet je dan met pasta of brood of aardappelen. Dus dat is geen probleem. Maar al wat je nodig hebt, zit erin. En je bent dan ook echt gaan experimenteren met hoe je het kan klaarmaken? Want dat wel. En vooral de laatste twee jaar, organiseren wij elke maand een workshop koken met insecten. Dan maken wij een vijfgangen maaltijd, van het borrelhapje tot het koekje bij de koffie. Mm-hmm. Zien ondertussen beelden. Die volledig eigenlijk met insecten bereid wordt. Ja. Of met natuurlijke middelen, met planten uit het wild of zo. Want daar ben ik dus ook wel mee bezig. Gaat heel goed samen en je krijgt dan een echt volwaardige maaltijd. Ja. Zeg, en voor mensen zoals ik bijvoorbeeld, ik heb dat nog nooit van mijn leven geproefd, nog nooit in mijn mond gestoken. Wat raad je aan voor mensen die ervoor openstaan om mee te beginnen? Dat je zegt van oké, het is allemaal een beetje raar, het is allemaal nieuwe structuren, nieuwe smaken. Je kan best daarmee beginnen om er stilletjes aan te wennen. Ja, we hebben 3 instapmodellen, om het zo te zeggen. Ja. Ik maak dus voor mensen die daar echt problemen mee hebben, een insectspread. Mm-hmm. Daar zijn de insecten niet herkenbaar. Dat is gewoon, dat doen we op een touwtje. Dat is lekker, dat is gekruid, dat is voedingstechnologie. Mm-hmm. Maar er zit wel 20% insectenmeel in. Dus je krijgt alle goede dingen van de insecten mee. En welke insecten zitten daar dan? Gewoonlijk is dat een mix van springganen, kakkerlakken en krekels. Dus dat is hetgeen dat ik dan droog in een insectenmeel van maak. En dan wordt het in een spread verwerkt. Mm-hmm. Daar is verder avocado in. Daar zijn wat kruiden in en zo. Dus dat is eigenlijk zeer lekker. Het tweede ding, dat is een spread die we maken. Bijvoorbeeld zeldersalade. En daar doen we kleine wormpjes in. Buffelwormpjes noemen we dat. Een insectenlarve, mm-hmm. een keverlarve. En die heeft een beukennotensmaak. En dan ervaart men inderdaad dat die smaak lekker is. En dat tenslotte, die dan nog? Of? Nee, die gaan even in de pan, mm-hmm. Zonder olie, dat ze gewoon geïmmobiliseerd zijn. Ja. We kunnen die ook diepvriezen. Dat is een andere mogelijkheid. En dan tenslotte kan je bijvoorbeeld krekels of meelwormen of moriowormen kan je even in de pan doen. En krekels die hebben dan een chipsmaak. Oh ja. Dus dat is ook heel laagdrempelig. Mm-hmm.
zou ik denken. Het zou een goede vervanger zijn. Mensen die het zo graag eten, maar dat is niet zo bijzonder. Ik heb heel wat vegetariërs in mijn kennissenkring, mijn klantenkring, die dat wel eten. Mm-hmm. Omdat een vegetariër die toch met zijn materie bezig is, die weet dat hij een aantal dingen niet heeft. Vitamine B12 mm-hmm. bijvoorbeeld zit alleen in dierlijk materiaal. En die gaan dan insecten eten om die vitamine B12 binnen te krijgen. Ah ja. En jij verkoopt ook insecten? Wij hebben die inderdaad in onze ecoshop al... Voor menselijke consumptie, want ja, dan wordt al er natuurlijk 10 jaar hebben wij die eigenlijk in voorraad. Diepgevroren, levend of gevriesdroogd. Ja. En gevriesdroogd, dat is het model dat van Nederland komt. Maar gevriesdroogd, dat moet rehydreren. Dus dat is meer voor ingerechten met een iets langere... bereidingstijd. Ja. Zijn die perfect eigenlijk. Ja. Zeg, en kweek je die zelf, die insecten? Wel, de grote bulk eigenlijk niet. Dus nee. Degene waar ik zeer veel van omzet, die niet, dat komt van kwekerijen. Mm-hmm. Meestal kwekerijen uit Nederland, omdat die een zeer goede kwaliteit hebben. Heb ik ook zelf wel wat dingen die ik zelf kweek. Maar dat is eerder bescheiden en dat zit meer in het research gedeelte nog. Dus ik heb 10 of 20 insecten die ik in cultuur heb. Ja. En je zei daarnet ook, je geeft zelf workshops. Ja. Komt daar veel volk op of zijn er in Vlaanderen veel mensen die daarvoor openstaan? Nee, maar soms zitten die vol en soms is dat maar enkele mensen. Mm. Maar als er iemand inschrijft, gaat de workshop door. Ja. Hij is gepland, dus voor ons maakt het niet uit. Wij moeten het tenslotte ook eten. Je wil het graag doorgeven. We maken gewoon een menu en we gaan dat samen klaarmaken. Mm-hmm. Heel plezant natuurlijk en later eten we het op. Dus... En wat voor mensen komen daarop af? Is dat misschien ook een... Wel, dat zijn wat mensen die inderdaad het ook willen proberen. Ja. Die ervan overtuigd zijn dat er inderdaad al die hele goede dingen in zitten. Mm-hmm. Die het al eens geproefd hebben en die de smaak lekker vinden. Maar die inderdaad wat moeilijkheden hebben. Ja, hoe integreren we dat nu? En dat probleem is dan over als ze inderdaad die workshop gevolgd hebben. Ja. Want daar leren we de fijne kneepjes eigenlijk. Er zijn wat zaken die je moet weten. En dan daarna gaan die zelf aan de slag. Oké, dus voor wie zich geroepen voelt, je kan altijd terecht op de website peterbatist.be. Daar kan je ook inschrijven voor de workshops. Ja. En het is zo gezond, dus misschien moeten we in Vlaanderen ook maar eens... Het wordt over heel de wereld gedaan. Ik denk dat wij weer een beetje achterlopen. Maar dat we daar misschien toch eens over moeten gaan misschien denken. Misschien even om af te sluiten. Er is ook een enorm milieuvoordeel. Want het kweken van insecten heeft maar een tiende impact op het milieu van de intensieve veeteelt. Ja. Dus als we de intensieve veeteelt willen afbouwen, dan hebben we insecten in de plaats. En dan is die hele opwarming van de aarde zo uit de lucht gegrepen. Ja, het is dus eigenlijk voor van alles en nog wat goed insecten eten. Peter, heel erg bedankt om langs te komen. Graag gedaan. Dankjewel. Ik zou zeggen, kom rustig af en proef eens. Ik ga mijn best doen, maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook voor mij een stap. Dankjewel, Peter. Ja.